In deze aflevering van Hardware Info TV, de Promise Pegasus J4 Thunderbolt Harness. Welkom bij Hardware Info TV. Promise heeft een ideale uitbreiding voor de Mac Mini op de markt gebracht. De Pegasus J4. Een externe harde schijfbehuizing geschikt voor Thunderbolt. Ja, Thunderbolt, dat is die technologie die eigenlijk een combinatie is tussen PCI Express en DisplayPort. En waarbij je dus op supersnelheid externe dingen kunt aansluiten op bijvoorbeeld een Mac Mini. Maar bijvoorbeeld ook op een iMac of andere apparaten met een Thunderbolt aansluiting. Ja, gelukkig ook steeds meer Windows gebaseerde normale PC's die Thunderbolt hebben. Maar dit apparaat is overduidelijk echt bedoeld om in samenwerking met een Mac Mini te gebruiken. Ja, ik heb hem daar ook maar eventjes bovenop gezet. Ja, en het grappige van dit ding is, ik zal hem eventjes eerst even omdraaien. Want het is zo'n Thunderbolt apparaat wat je zogenaamd kan daisy-chainen. Dus dat betekent dus dat je hier vanaf de Mac Mini een kabeltje hierin kunt steken. En dat je er vervolgens hier weer een ander apparaat kunt aansluiten. Dat kan nog zo'n J4 zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook een monitor zijn of een ander apparaat. En op die manier kan je dus met één kabeltje kan je dus verschillende apparaten aansluiten. Ja, het is een externe harde schijfbehuizing. De functie van het apparaat is heel simpel. De opslagcapaciteit van die Mac Mini uitbreiden. Ja, of bijvoorbeeld als je een MacBook Air hebt, dan kan je hem op die manier ook uitbreiden. Maar de grap van die ding is dat er dus ruimte in is voor 4 schijfjes. Normaal zitten er 4 van deze 500 gigabyte Toshiba 5400 toeren schijfjes in. 2 terabyte in totaal dus. Ja, voor de test heb ik hier eventjes ook 4 SSD's in geplaatst om even te kijken hoe ver we ermee zouden kunnen gaan. Ja, en de grap is dus dat als je dus die 5400 toeren schijfjes erin stopt, nou dan zijn dat niet de meest langzame schijfjes van Toshiba die ze hebben gebruikt. Maar dan zit je al op zo'n 3 à 400 MB per seconde die je met die 2 terabyte kunt halen. Ja. Maar als je dit doet, ga je dik over de 600 MB per seconde heen. En bij het lezen komen we zelfs in de buurt van de 700 MB per seconde. Ja. En dan is het nog eigenlijk het vreemde dat het ding niet echt reet doet. Dus er worden wat andere trucs gebruikt. Nou ja, je kan, het is een beetje onder Mac OS X kan je zelf heel relatief makkelijk een reet volume aanmaken. Dus je kan gewoon zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld een swiping volume hebben. En dan klik je ze gewoon aan in de disk utility. En dan maak je op die manier een reet 0 volume bijvoorbeeld. Maar voor de duidelijkheid, hardwarematig wordt dit apparaat eigenlijk gewoon aangemeld als zijn de 4 losse schijven. Ja, en wat ik wel zelf een klein beetje onhandig vond, is dat er wel een specifieke driver voor benodigd is. Normaal onder macOS ben je erg gewend dat het gewoon werkt. Ja. En hier moet je dus nog wel een driver voor installeren. En het onhandige is dat ze die driver hebben meegeleverd op een cd'tje. Ja, en steeds meer Apple computers, onder deze Mac Mini, hebben geen cd-slot meer. Ja, dat is zelfs heel vreemd, want juist dit apparaat, daar is hij overduidelijk voor gemaakt. Dat is geen toeval. Ja, dus had voor mij wel een USB-stickje in de doos mogen zitten. Ja, dat was makkelijker geweest. Maar buiten dat werkt het dus eigenlijk gewoon prima. Ja. Dus wat zijn er nog nadelen te noemen? Nou ja, ik denk dat het belangrijkste nadeel is denk ik wel de prijs. Want heel goedkoop is het niet. Ze verkopen op dit moment in 1 versie dus met 4 van deze 500 gigabyte schijven standaard in. Dat betekent dus ook de facto dat als je het op deze manier wil gaan doen met 4 SSD's, dat je dus 4 harde schijven weg kunt gooien. Nou ja, je kan er natuurlijk wat externe behuizingen van maken en nog andere dingen mee doen. Maar je kan er leuke externe harde schijfjes van maken. Maar dan moet je dat natuurlijk nog wel doen. Maar met die 4 schijven erbij zit je op zo'n €700. En dat vind ik best wel wat geld. Maar ja, je hebt wel een stukje snelle storage in handen. Nou, een uitgebreide review van die Pegasus J4 mag je spoedig verwachten. En hiermee besluiten wij deze aflevering van Hardware Info TV. Vergeet het niet, we zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tussen iOS en Android gaat worden. Ja, en wat ook interessant was, dat eigenlijk de afgelopen jaren, ieder jaar het zo was dat de Apple iPhone het apparaat was waar iedereen naar opkeek. Dat was het voorbeeld. Zo moest een smartphone werken. Maar dat een beetje die voortrekkersrol.